Deze week bij ons in de studio Marcel Witkamp. Iedereen kent hem ongetwijfeld van de Shell-stations. Welkom Marcel. Dankjewel. Nou, nu net voor de zomer is er bij jou in je shop een Starbucks koffie geopend. Dat liep waarschijnlijk enorm storm. Is dat nu nog steeds zo? Staan ze nog steeds in de rij? Ze staan gemiddeld vaak in de rij, ja. En dat, we doen ons best om het allemaal snel weg te werken. Maar men is erg enthousiast om dat bakje Starbucks te komen kopen. En dat vinden we erg fijn natuurlijk. En Marcel, nou zien we hier staan lekker lunchen in Milaan. Nou, dat wil iedereen wel, denk ik. Maar hoe kunnen we dat winnen? Met mij meegaan, maar dat wordt misschien iets te persoonlijk. Maar het is een actie die gaat beginnen. Morgen gaan we daarmee starten. Het is een landelijke Shell-actie. Lekker lunchen, dat is eigenlijk gekomen omdat iedereen na de vakantie weer volop onderweg is in zijn auto, druk. En waarvan we eigenlijk als organisatie ook zeggen, het is goed dat mensen ook even pauzeren in de middag. Nou, waar kun je dat dan beter doen dan op een Shell-station onder het genot van een bakje Starbucks en eventueel nog een lekkere vers bereide sandwich. In combinatie met de sandwich en een flesje Spa of een flesje Suderans, dat noemen wij een lunchdeal, kost je €5 of 500 air miles. Krijg je een leuk tasje en op dat tasje zit een actiecode, die toets je in via het internet. Je ziet gelijk of je prijs hebt gewonnen. Heb je prijs, dan gaat het dak eraf. Heb je geen prijs, dan hebben we nog een troostprijsje voor je. Want dan zijn er nog voor 200.000 mensen, geloof ik, in Nederland een kans op 3 dagen een digitaal abonnement op de Telegraaf te ontvangen. Dus ik zou zeggen, kom zeker even een broodje halen. Nou Marcel, ik weet waar ik morgenmiddag mijn lunch ga halen. Dankjewel. Graag gedaan.